Nee, nee, nee. Oh mijn god. Ja. Yes! Mega leuk stuk. Oh nee. Lois is aan het sporten, maar ondertussen gaat het koken niet zo goed. Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe vloggie. Het is vandaag maandagavond en ik ga nu even naar Lieve toe. Ik heb nog steeds vakantie en Lieve is net terug van vakantie. Echt, ze is echt 3 weken geweest of zo. Ik heb haar denk ik echt 4 weken of misschien wel langer niet gezien. Dus ik ga even langs. We gaan lekker chillen. Dus ik heb gewoon mijn leren jas aan. Trui van Jor. Een joggingbroek. En GG's. Met mijn Lieve. En we zijn weer herenigd. Ja! En ik heb in deze avond alweer heel veel gegeten. Wat hebben we eigenlijk gegeten? Oh ja, wat hebben we nou geproefd? Dit. We hebben dit geproefd. Dit is altijd zo bekend op TikTok. Hoe heet het ook weer? Takis. Takis. Nou, het is echt heel heet. Het is wel lekker, maar je moet echt er tegen kunnen. Liever kan dat, maar... Het is wel lekker, maar... Ik vind het... Hoe duur was dat? Iets van... 4 euro volgens mij. Ja, dat geld vind ik het niet waard. Nee, ik ook niet. Maar ik vind het wel lekker. Wat heb ik nog meer gegeten? Reese's. En een ijskoffertje. You wanna see a cup roll? Ja, I wanna see a cup roll. Nee, we maken er een salte van. Nee, nee, nee. Oh mijn god. Oh nee. Mijn plan niet. Ja. Nou, tot zover de koprol. Die vlekje. Hi, mam. Dit is mijn, nou ja, niet mijn laatste week vakantie, maar... Oh nee, die serie was afgelopen voor mij. Dus jongens, ik heb dus van de week echt een hele leuke serie gekeken. Ik denk dat iedereen van jullie het kijkt, want het is helemaal hot. Maar ik heb Outer Banks gekeken in 2 dagen met die meiden. Helemaal af. 2 seizoenen. En zo leuk. Maar ik vind het nu helemaal jammer, want ik had eindelijk een serie... Die ik leuk vond en waar ik er goed in zat. En nu is hij alweer af binnen 2 dagen. We moeten gaan, jongens. We gaan nu bij opa en oma eten. En ik heb mijn gitaarschoenen aan. Ik denk niet dat ze het heel leuk gaat vinden, maar ze zijn wel leuk. Top man, bro. Weet je, denk je dat wij in dit zijn? Nee. Ze kijkt ook gewoon voor zich uit. Nee, had je het niet in de gaten? Nee. Kom, ga je. Wat ben je aan het maken? Hallo. Hallo. Gebakken piepers echt. Gebakken piepertjes en kippetjes. Heerlijk weer hoor. Yes! Ja, moet brengen. Goed ook. Oké, jongens, opa en oma. Hebben een... hoe noem je dit ook weer? Tafeltennistafel? Ja. Deze hebben ze eigenlijk echt al fucking lang. Ja. Zelfs bij het vorige huis gingen we ook altijd tafeltennissen. En nu hebben we hem even uit de schuur gehaald. Dus wie gaat er winnen? Nou, wat denk je, Dylan? Yes! 3-1 voor hem, maar dat maakt niet uit. Mijn eerste punt is binnen. We hebben 1 potje gespeeld. Ik stond echt best wel vaak voor. Maar eindstand heb ik 18-21 verloren. Dat is niet leuk. We hebben nu even een nieuw spel. Ik heb 2 keer op rij verloren. Ik wil er even niet over praten. Maar Jorje wilde 2 ballen overspelen. Goed concentratie. Ja, dat is echt moeilijk met nog een cameraman. O5. Bloeddrukmeter. Ontspannen. Ja, ontspannen. Het is eng hoor. Hij gaat direct trillen, hè? Oh mijn god, dat vind ik eng hoor. Nee, dat is helemaal niet eng. Niet praten, hè? Geest? Ja. Ontspannen.
92,61. Dat is echt heel laag. Maar dan? 92, opa had 130 of zo. Hoezo, opa, is dat niet goed dan? Nee, we moeten gelijk naar het ziekenhuis dan. Kijk, ik ben ouder. Ja, misschien is het dan wel weer anders. Voor mij is 820 goed. Maar het gaat nog goed met je, denk ik. Oh, hoop het. Ja, het gaat toch goed. Nou, joh. Jeetje, hij heeft 129. En dan? Ja, en 76. 80, 120. Dus maar ik had maar 92. Jij bent daarboven. En je bent kleiner en zo. Ik denk bro, je bent oud. En je hartslag? Je hartslag 74. Ik hoor je wel, je bent uit Dex. Ik denk hier de move. En ik kan je verdienen. Ik ben met de gang. Achter in mijn mooie gangster. Ik denk dat we in de tuggy dansen. Kijk er dan zo boos naar. Ik ben een die lijkt op Alia. Mega leuks te vertellen, namelijk, nou, jullie weten natuurlijk wel dat ik het afgelopen jaar een zomercollectie uit heb gebracht samen met Vindino. Nu komt er dus ook een wintercollectie aan samen met Vindino. Mega leuk. Op 1 september komt die uit. Als jullie dit zien, is dat precies over een week. Dus woensdag 1 september komt het uit. En er zitten echt mega leuke items, dus al zeg ik het zelf. Ik heb ook wat beelden van dat ik het voor het eerst zag. En wat shootbeelden die jullie dus ook nu gaan zien. Dus veel kijkplezier. Oké, jongens, we gaan de wintercollectie voor het eerst zien. Ja? Ben je klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor, denk ik. Ja. Oh, hang daar. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh, wat leuk is deze jas ook. Cool, hè? Super cool, meis. Oh my god. Dit is een dat pak ook. En die. En dit is ook leuk. Oh my god. Ja, die. Oh, die. Ja, en die jassa. Ja. Echt zo leuk. Ik was het ook even helemaal kwijt eigenlijk. Maar nu ik het zo weer zie. Oh ja, dit hadden we. En die en dit pak ook. Leuk worden, hè? Dit ja, en die jas vind ik ook echt te gek. Ja. En die, echt leuk. Kijk jongens, dit is ook echt precies wat ik bedacht had. De leren broek en dan met het blouseje en het spencertje. Hier zo de trui natuurlijk gewoon op deze broek, maar die kunnen er ook op. Met een jas. En hier ook, want deze broek kan natuurlijk gewoon met die trui, maar hij kan ook gewoon met die trui. En deze broek kan ook gewoon met die trui. Dus dan heb je eigenlijk ook al gelijk al twee outfits. En deze zo, flared. Echt super leuk. Jongens, we zijn met de fotograaf. Met de fotograaf. Ik ben er al klaar voor, jij? Ja, ik ook. Echt? Het is opschieten. Oh, we moeten opschieten. Ja. Hoi jongens. Vandaag is een bijzondere dag. Want ik ben voor mijn wintercollectie aan het shooten. Super leuk. Kijk, ik heb nu deze outfit aan. Dit ruitenjasje met dit roze shirtje. Kijk, Senna Vingino met dit rokje. En we zijn dus nu de eerste outfit aan het shooten op een hele mooie locatie. Ja. Zo ziet het eruit. Oké, ja, pas. Daar zijn we dus aan het shooten. Dus met mijn beste vriendinnen ben ik mijn eigen wintercollectie samen met Vingino aan het shooten. Dus echt mega leuk en ga jullie lekker meenemen vandaag. Daar komt iemand aan, jongens. Je wilt niet weten. Wat vind jij er vandaag van? Ik vind het geweldig. Het is geweldig. Geweldig. Als je ziet, dat ze gaat mij vandaag even niet op de foto. Die slaat even open. My friends. This girl's look the outfits. Oh my god. Het is dus een soort roze restaurant. Daar is Romy. En dit is roze koffie. Drink het eerst. Vind je het lekker? Ja, ik vind het lekker. Echt? Dat is toch schattig? We zijn nu omgekleed.
outfit. Lois heeft dit pak aan. Ja. Senna in het hockeyveld. Senna. Final countdown. Doe je maar staan. Op die jam. Morgen wordt het 20 graden en mijn kans op een baan. Ik heb weer mijn chill outfit aan en we gaan straks weer in de auto terug naar huis rijden. Het was echt een mega leuke dag. Ik ben helemaal kapot. Ja, we hebben mega leuke foto's gemaakt en het was gewoon echt super leuk. Dus ik hoop dat het voor jullie ook leuk was om naar te kijken. Want we gaan even een nieuwe camera kopen. Een nieuwe vlogcamera dus. Oh jongens, we hebben de camera gekocht. Ik zal hem even aan jullie laten zien. Tadaa. Ik film nu nog met mijn oude namelijk. Jullie. Oh nee. Op de een of andere manier heb ik het altijd als ik dingen gewoon mozen. Nou, in ieder geval, dit is hem dus. De camera. Het is de Sony 7E1. Ik heb even dit gehaald bij de Albert Heijn. We gingen even boodschappen doen. Maar ik heb een tompoes donut gehaald. Ik heb dit nog nooit gegeten. Dit is dus een donut van een tompoes. Ja, van zuur spinkt in je tanden. Ja, het is echt een mix van een tompoes en een donut. Ah ja. Dit is mijn nieuwe camera. Vanaf nu zullen jullie misschien ook wel een beetje ander beeld zien. Omdat ik nu natuurlijk met mijn nieuwe camera film. Dit is hem. En ik heb er nu ook zo'n bolletje op. Zodat jullie me wat beter kunnen horen. En ook bijvoorbeeld als ik in de wind fiets of zo. Dat jullie me alsnog gewoon goed verstaan. Dus nou, helemaal top. Kijk, deze had ik eerst. En nu dus deze. Nice. Dit is zo'n goede camera! Wauw, hij is echt mooi. Je ziet al je pikkeltjes zelfs. Hey guys! We gaan vandaag pasta presto maken. Yes! Lois is aan het sporten, maar ondertussen gaat het koken niet zo goed. Want jij het is over het ook niet in de gaten. Want het is overstroomd. Het. Ja, het ging overkoken. Oh, sorry. Maar we moeten even een doek pakken. Want dit gaat natuurlijk niet ja, goed. Maar die pakken. Het is gelukt. Het ziet er hartstikke lekker uit. Yay! Yay! Het is vandaag vrijdag en... Jezus, ik ben even bij... Ik heb de trap gerend, dus ik ben bij het adem. Maar het laatste wat jullie gezien hebben is volgens mij gisteren dat ik met die meiden aan het koken was. En ik ging daarna bij Lois slapen en ik kom net weer thuis. Alleen hoor ik net dat iedereen niet thuis eet. Ik heb wel even gedoucht en heerlijk dit chillpakje aangedaan van mijn eigen collectie. Maar ik moet dus nu maar even gaan kijken wat ik ga eten. Er komt iemand gezellig met me eten vanavond. Hey! Hi! Ik en Lieve hebben lekker sushi besteld. Heerlijk. Ik heb een nieuwe camera. Huh? Wow! Wow, we zijn maar eens met een microfoontje. Ja, handig hè. We zijn nu Love Island aan het kijken. En ik kijk dat soort dingen nooit. Het is Love Island UK. Gaan we maar beginnen. Jongens, echt hoe goed ziet dit eruit. Echt wauw. Ben je bij Lieve? Dit is onze late night snack. Late night snack. Oké, hi guys. We hebben pistasnootjes. Crackers. Zoute crackers. Met kruidenboter. Met kruidenboter. En het is 12 uur en dit gaan we nu eten. Want we hadden zin in eten. Ja, want gewoon. Maar dat heb ik dus heel vaak. Ik zeg dan altijd, ik heb honger, maar ik heb helemaal geen honger. Ik heb gewoon zin om te eten, want ik heb nu echt geen honger hoor. Nee, ik verveel me gewoon. Ik verveel me gewoon eten. Ja, dat. Ja.